Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een gloednieuwe video. En vandaar, we hebben ons weer verschrikkelijk in de nesten gewerkt. We hebben ons echt verschrikkelijk in de nesten gewerkt. Het is weer niet normaal. Het is echt te bizar voor woorden. Want ja, zoals jullie weten, bankzitters, wij zijn een beetje baldadig hier en daar. En ze hadden dus ook een video gemaakt over fanmail. En die hebben jullie waarschijnlijk allemaal gezien. Wat de mensen gevraagd om fanmail op te sturen. Om uiteraard alles weg te janken. Ja, je denkt ook niet serieus dat wij zo'n brief hebben en denken dit is lief en dat we het houden. Kom op zeg. Nou goed, daar kom ik straks op terug. We gaan vandaag door TikTok scrollen en ook dus door een haat. Een echte haat TikTok van echt lang. Echt lang. Abonneer op mijn kanaal, doe het hier beneden. Het nieuwe bankzittersnummer. Je blik richting mij. Stream het kapot. We willen naar nummer 1 op Spotify. Dat is echt mijn droom. Om een keer op nummer 1 in Spotify te hebben gestaan. Ik denk dat, ja, als het niet lukt met dit nummer, dan gaat het nooit meer lukken. Sam. Wat is dit? Oké. Dit keer, daar loopt weer een glazen deur aan. Ja, ik zag gewoon dat er een glazen deur was, maar hij blijkbaar niet. Wat een sukkel. And I just can't get enough. Oh. Ik haat vrouwen op TikTok. Even kijken. Mensen, mijn TikTok is zo goed. Hebben jullie deze TikTok gezien? Dit is al de beste TikTok ooit. Ongekend goed. Ik heb ook nog allemaal TikTok in mijn draft staan. Zou ik nu een TikTok, dan zie je live hoe ik een TikTok plaats. Volg mij op TikTok, Hutskoen. If your man has a beard, let's expose him with this filter. What are you doing? Zie je mij zonder baard en snor? Gadver, ik ga hem posten. Ik zeg baard game zo strong, dat zelfs dit filter niks tegen kan doen. Leuk. Post. Nu, met z'n allen jongens. Bommen los jongens. Wat zit ik aan te kijken, gast? Ja! Mannen! Wat is dit? Bommen los? Mensen doen een soort stickers, daar moet je voor betalen. En dan gaan ze tegen andere TikTok battle wie de meeste neer van hun kijkers wint. What the fuck, ouwe? Zij is toch van Temptation of zo? 10.000 munten is 143, dan is het 300 euro. Zie je jezelf zo uit te hoeren voor 200 euro? Zit je dit te doen? Jongens, kijk wat er gebeurt! Nog 10 seconden! Als ik ooit op dit level kom, echt, ik zweer het, je schiet me af, jongen. Oeh, muizen, gadverdamme. Maar ja, die zijn wel echt overal, hoor, muizen. Even voor de duidelijkheid, om mensen dat even duidelijk te maken. Muizen zijn echt overal. Jongens, wow. Motivational muziek. Zwarte randen. Filter. Het leven is kort. Stuur dat risky berichtje. Ga op wereldreis. Vraag haar op date. Zoen met What the fuck? What the fuck? Wat staat hier? Ik had het oprecht nog niet gelezen. The date my soulmate's born. 31-2. Dat bestaat niet. Dat is leuk. Wat is dit? Waarom heb je 227.000 likes? Dat is wel geinig, maar ik snap het niet. Ga kijken als je wat hebt bereikt, hoe die mensen daarop reageren. Ik zal even een voorbeeld geven. Okay, maar ik heb dus een vriendin, Iris. Ik had 400.000 volgers gehad op TikTok. Ze stuurt mij om 6:30 ochtend een screenshot met dat ik 400.000 volgers had gehad. Oh. En er gewoon 10 berichten in caps lock erachteraan van zo lekker bezig, met zo trots op je. En daar wil je gewoon meer mensen van. En je hebt ook mensen waar je een screenshot naar stuurt van kijk hoe sick, dit heb ik gewoon gedaan. Die gewoon überhaupt niet reageren. Holy shit, mensen reageren niet. Ja, die moet je stop weg uit je leven. Motivatiekoning, dit is wel schitterend. Oh mijn god. School was niks voorbij. Ik heb lekker mijn eigen pad gekozen. Nu ben ik miljonair. Ja, jij wel als een van de 1000 die dat probeert als YouTuber of rapper of als artiest. Ja, echt. Je spreekt al tegen een groot publiek die misschien beïnvloedbaar zijn. Twijfelen over wat ze willen. En dan kun je misschien nog maar het beste gewoon wel je school afmaken. En een beetje dat serieus aanpakken. Ik ben in ieder geval wel blij dat ik hem zelf heb afgemaakt. Ik denk ook dat je niet... Heb je een matte school afgemaakt? Zie. Hallo allemaal, het is de Bridge hier. Ik heb even wat te zeuren omtrent de bankzitters, a.k.a. Matty, Milo, Koen, Raoul en Robbie. Oh jee. We hebben een video geüpload vandaag waarin ze fanmail openen. Dat is geloof ik al bekend, hun fans zijn tussen de 8 en de 14, 15 jaar. Bridge, dat is niet zo. Ik denk dat 90% van de bankzitterskijker is ouder dan 14 jaar. Ik kijk ook af en toe een filmpje omdat ik... Oh, ben je tussen 8 en 14, Bridge? Helaas. Oh. Vond ik het heel erg vervelend hoe ze omgingen met de mail van die kinderen. Oh jee. Gewoon dingen die ze zelf hadden getekend. Oh. Hele brieven die ze hadden geschreven, handgeschreven. Hebben ze gewoon of verscheurd of in hun mond gestopt. Ik vond het waardeloos. Nou, de Brad. Zo'n jochie of meisje van een jaar of 8, 9, 10. Die
geef 5 euro als cadeautje aan de bankzitters. Of 10 euro. Wat doet Koen? Die eet het op. Ja, het is wel waar. Ja, dat klopt. Ik eet het op. Dan komt het achteraan. Fucking respectloos. The Brad, hoe is dit fucking respectloos? Ik eet het op. Boeien. Ja, wat kan ik er ook mee doen? Een zak chips kopen. Is dat dan niet respectloos? Heb je dat geld al gegeven? Wat ik er dan mee doe, maakt er geen fucking uit. En ik wil het lekker opeten. Dan komen er tekeningen voorbij. Er wordt dan even zo'n halve seconde naar gekeken. Ja, doen we helemaal niks mee. Ik had ze serieus hoog ingeschat. Oh. Weet je, behandel je fans gewoon met respect. Oh. Het zijn kleine kinderen die misschien daadwerkelijk wel tegen jullie opkijken. Nou, 100%. Iedereen kijkt tegen ons op. Dat heb je helemaal gelijk in de Brad. Nou moet ik zeggen, als ze de vorige fanreview hebben gezien, hadden ze misschien kunnen verwachten wat er gaat gebeuren. Plus, ik denk oprecht dat we 1000 brieven hebben geopend. De Brad. Ik weet niet of je weet hoe lang het duurt om elke brief te lezen. Nou, dan waren we nu nog bezig geweest. Nogmaals, echt super blij met al jullie leuke brieven. En met name ook die tekeningen. Die waren echt schitterend. Jammer dat niemand kak heeft gestuurd. Volgens als ze deze video kijken, dat jullie misschien wel hun tekening verscheuren. Oh. Of hun handgeschreven brief verscheuren of hun geld opeten. What the fuck, maat? What the fuck, maat? Ik zeg in de comments ook van petitie Koen eet volgende keer de muntstukken ook op. Dat ga ik echt niet doen. Ik kan er echt met mijn kop niet bij dat je zoveel disrespect toont naar je fanbase. Of het nou allemaal gespeeld is en een grapje is en interesseert mij echt helemaal niets. Oh. Die kinderen die kunnen dat misschien wel opvatten als heel serieus. Oh. En weet jij veel, hetzelfde geld hè, die 5 euro en die 10 euro is misschien wel hun zakgeld voor de hele week. Die ze uit liefde naar jullie opsturen. Nou, en ik heb het met liefde opgegeven. Sorry voor deze rant. Ik hoop oprecht dat ze dit soort dingen niet meer doen. Want dit is echt serieus disrespect naar hun fans. Okay. Ik had dus een comment van het zakgeld smaakt zo zalig. En toen had hij ook een comment van hahaha, help. Reageert gewoon nog echt ook. Misschien stap ik de meme er niet achter. Maar kwam niet tof over. En die mensen op reageren. Nu is het een held. Ah, je bent echt schijnheilig. Maar hij heeft dus ook een filmpje gemaakt. Zie ik hier. Laat ik het zo zeggen. Ik vind de actie dat hij dat doet met het geld en met die tekeningen niet oké. Okay. Maar goed, ik ben er nu achter dat het blijkbaar een meme is. Daarom ze het doen. Maar ik vind het een held. Dat hij onder mijn TikTok reageert, had ik niet verwacht. Wat? Oh god, this is such a bad fucking idea. Zo, die komt dan niet slecht weg. A-N-Z-O-K-N-O-L. Ja, je moeder, A-N-Z-O-K-N-O-L. Ja, je moeder, Wat de... Ik vind dit een fucking... Hey, shout-out naar jou, man. Dit is echt geinig. Dit heb je echt leuk gedaan. Maar als jij een service hebt en je gaat concurreren op prijs... Kijk. En jij zegt, oh, maar wij zijn de goedkoopste... Dan krijg je allemaal klanten die niet chill zijn. Want het zijn allemaal gierige klanten. Dus als je een service hebt, raise the price. Ja, dat is een personal trainer. Je kan naar hem gaan. Hij kost 40 euro. Ik kost 350 per uur. Kies maar. Weet je, als je cheap bent en je wilt besparen en je wilt economy, ga daarheen. Ja, want een personal trainer voor 350 euro per uur, dat is het best een goede deal. What the fuck hoor je? Mensen, ik wil bedanken voor het kijken naar de video. Vond je het leuk? Zeg een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Kan hier beneden. Stream je blik richting mij. En help ons richting nummer 1. Want dat zou fijn zijn. Dankjewel voor het kijken. De groeten!